werden altijd in mijn dromen. Daar werd de kiem van mijn heen weer geplant. Nooit vind ik rust, tot ik eens weer zal komen in Leeuwarden, hart van dit mooie Friese land. Goedenavond beste kijkers, welkom bij ons programma Leeuwarden Toen, de eerste uitzending in het nieuwe jaar. En we hebben hier weer een leuke gasten zitten. Of moeten we eerst de kijkers nog even een fijn nieuwjaar wensen? De vraag stellen is een beantwoorden. Nou, iedereen een heel fijn, gelukkig en gezond nieuwjaar. Anton de Jong zit hier bij ons. Welkom bij ons aan tafel. En nou dacht ik bij mezelf, zie hij ook geboren wezen? Ja, hij is geboren. Gelukkig. Heel gerust. Ik heb het even nakeken. Nou weet ik de datum, weer 30 april 1931. Op Koninginnedag? Ja, toen was nog geen koning inderdaad. Nee, dat was augustus, hè? Nee. Maar ze hebben het hele leven voor mijn vlag. Ja. 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 Want ja, toen was het ook, als een prinsesjarig was, dat iedereen de vlag uit had. Ja, is dat nou niet bezorgd dan? Nou, ik zie het. Heb je al eens een vlag zien op Koninginnedag? Nou, zelf, nee. Ja, het is helemaal over een uur, Anton. Ja, een hoop verwaterd te laten. Ja. Waar bist je geboren, Anton? Ik ben geboren in de Angelierstraat. Angelierstraat. Dat is tussen de Willem Sprengersstraat en de Al Galileën. En dat huis staat er nog steeds? Nee, ik ben de laatst geweest. Het kan wezen, er staan nog 4 huisjes aan die kant en de rest is parkeerterrein worden. Oh. En ik weet niet, krijg ik ook nog het eerste. Dat kan ik me niet zo goed herinneren waar ik geboren ben, begrijp je wel. Dat nummer maar, is ook niet toevallig. Nee, weet ik ook niet meer. Ze zeiden tegen mij van Anton is goed scherp, daar moet je goed rekening mee houden, maar dit is er niet helemaal. Nee, maar je bent ouder op het duur. Ja, dat is gelijk. Wat voor nummer in aan je lijst? Dat wist ik dus niet. Nou ja, dat zei ik, dat weet ik niet. Nou, nee. Nou, kijk het dus. Nou ja, hoor, er wordt nou een auto geparkeerd. Ja, ik denk dat het een parkeerterreintje is. Nou. Er staan nog 4 huisjes aan de rechterkant. Waar is aan de rechterkant van? Oh, dat wel. Ja, als je er van deze kant in komt. En nou weten we wat deze kant is, dan. Ja. Ja. Zeg maar, wat is dit? Ja. We beginnen wel moeilijk dit jaar, jongen. Ja. Maar goed, wat deed die vader? Ja, mijn vader die begon als timmerman. Toevallig, mijn opa was bakker. Ja. Mijn vader is geboren in de Houtstraten, heel erg bekend. Gisteravond nog zien op televisie, allemaal mensen in de Houtstraten. En mijn opa die is later in de bakkerij de zelfstandigheid komen op Al Galileën. Oh ja. En daar is je bakker geworden? Ja, hij was al bakker, ja, maar eerst woonde hij in de Blekenstraat en ging hij daarheen. En later is hij in dat pand terechtgekomen. Ook nog. Nou, daar woonden wij dus vlakbij, in Angelierstraat. Ja. Hij staat nog wel herinneringen aan? Aan Angelierstraat? Opa in de, daar de zelfstandigheid? Ja, in 1930 had die bakkerij in de brand staan. Toen is de woonhuis bespaard gebleven, toen was ik er nog niet. Nee. Maar dat had zo'n indruk op mijn opa gemaakt. Dat is toch geboren dat wist. Ik me nog herinneren kan dat ze stervensbank voor brand en vuur was. Dat komt allemaal nog van dat. Ja, dat was toen nog heel anders dan tegenwoordig. Ja. Maar ben je daar wel eens bij opa geweest daar in de bakkerij? Ja, natuurlijk wel. Een sukkel laten halen? Hij had een meisje in de winkel, die heette Seike. En als je dan zei bakken waar wij het brood hebben, dan zei die dame erop Seike. Zei die dan, weet je wel, dat zijn dingen die onthoud je dan. Ja, die ja precies. Ja. Ja. Of zijn opa kost er wel bij. Ja, ik kom goed met mijn opa. Ik ben trouwens noemd naar mijn opa. Oh, mooi. Ja. Dus dat was ook een Anton. Ook een Anton. Ja. Maar die vader die had geen nog aan brood bakken? Mijn vader die zat op een lagere school, had een vriendje aan van de meer. En toen ze in de laatste klas zaten, toen zei meester wat we willen. En mijn vader wist het niet. Nee. Maar toen zei Jan van der Meer, ik wil timmerman. Nou zei mijn vader, dit is mijn vriend, dan wil ik ook met timmerman. Toen is je naar de ambachtschool gegaan. Ja, zo ging dat. Bist je ook niet op die manier bij onderwijs komen? Ja, de een zei, ik doe dit. Ik zei, nou, dat liep mij ook wel leuk. Ja. Ben we voorlopig weer 4 jaar verder. Ja. Laten we dat maar doen. Tegenwoordig moeten we jaren testen worden voordat we weten wat we willen. Maar. Ja, vroeger we niet. Ja. Maar, dan moet ik even kijken. Hoor, want, ik ben heel nieuwsgierig, want hij heeft zoveel foto's met me om. Dit bestal. Ja, dat ben ik. Ja, ik vond die zo mooi en zo lief. Ik denk, die neem ik vast met. Op het veldje? Op zo'n kanineveldje? Ja, ik weet het niet. Dat was een berenhuid of zo. Waar ik op ja, een berenhuid? Ja, het kan ook een vluchtheuvel of wezen. Waar die vader ook jager in de vrije tijd. Ja, maar dat, dat misschien wel, maar niet op wild hoor. Ja. Maar wat ik dan ook leuk vind is dissen, want ik vermoed dat dit... Dat is mijn opa de bakker. Ja. Dat is mijn opa die bang voor brand was. Ja. Dat is mijn mama. En dat ben ik. Ach, heen. Ja. En ik was de eerste kleinkind, dus je kan nagaan hoe zwaar ik verwend ben vroeger. Ja, hij is toch een mooi gebreid pakje aan, zie je wel.
Ja. Hebben ze deze foto op het dak ergens nog? Ja, achterin. Van de zelfstandigheid? Nee, mijn grootouders waren apostolisch. En de apostolische kerk was toen achter de hoven. En daar op het dak? Ja, na de kerkdienst. Op het dak, dicht bij de Heer. Ja, werd hij daar bij de Heer, werd hij nodig. Ja. Ja. Nee, ja. Vandaar is hoe goed lukt is. Ja. Maar waar was die kerk dan ongeveer? Ja, ergens achter de hoven. Ik weet maar een heel groot begrip. Hij is nou op MK, niet? Ja, op MK. Ja, dan wist niet of het voor het spoor was van Zuidrechts wel of. Nou, dat komt best. Was dat niet met dat gebouw met het torentje? Wat daar vlak, het was vlakbij, er stond vroeger een boerderij en daar zat een jonge verhuizer in. Oh nee, dat is helemaal aan het achteren. Oké, nou dan laten we het lopen. Ja, laat me lopen. Ja, ja. Ja. Maar nou zie ik hier een foto, aantal lid van het Fries Orkest. Ja. Fries Jeugdorkest. Ja. Mijn vader's oudste zus die was trouwd met een Heringa. Die man was verschrikkelijk muzikaal. En daar heb ik dat viooltje van gekregen. Dat was zo'n heel klein kinderviooltje. Ja. En dan moest ik natuurlijk met verheven worden. Ik heb er nooit op gespeeld. Ik heb er later ook niet op spelen kennen. Ik weet ook niet of ik het ken, want ik heb het nooit geprobeerd. Maar oh, hij is geen les gehad. Ik heb geen les gehad, nee. Hij staat anders wel een professioneel vast, vind ik wel. Ja, ik sta er knap bij, no? Ja. Ja, met die Stradivarius onder de kind. Ja. Iedereen denkt dat dit Jordi Menu is. Nou, dat ja. Sprekend. Dat is, ja. Ja, en ook die wangen zo op, hè? Ja, nou. Ja. Ja. Nou, en dan gaan we weer verder, want ja, die foto is te mooi. Nou, dat ben mijn ouders, dat is een trouwfoto. Dus dat was het toen nog niet, neem ik aan. Nee, dat heb ik nakeken, maar daar zit je dan over in. Hè? Dat is natuurlijk een mutje geweest. Tegenwoordig, ik zag vandaag een er zaten 13 maanden tussen de trouwerij en mijn geboorte. Ik zag vandaag een advertentie in de krant dat iemand die was al 30 jaar verloofd of zo. En die hadden 3 kinderen. Ik denk, goh, dat ging bij ons en ons niet anders. Tegenwoordig verloven ze niet eens met een herstel kinders. Nou, ja, gelijk plangas. Maar hoeveel kinderen hadden die ouders? Met andere woorden, hoeveel broers en zusjes had staan? 2 broers en een zus. Maar na mij is er een jongetje gekomen en dat is in 36 overleden. Dus ik denk dat hij in 34 geboren is. En toen het duurde tot 1940 voordat er weer een kwam. Die overleden is, die heette Willem. En de volgende ook Willem. Ja. 2 jaar later kwam mijn broer Popke. Die heet naar mijn vader Popke de Jong. En nog 2 jaar later, in 1944, kwam mijn zus. Dus ik heb 2 broers en een zus. 1 broer is overleden. Ik heb nu nog een broer en een zus. En hebben we daar nog een foto van? Dat is mijn vader met zijn beide zussen. Oh. Tante Mien en Tante Annie. Tante Mien en wie is Tante Mien en wie is Tante Annie? Dit is Tante Mien en dat is Tante Annie. Tante Annie was met Heringa getrouwd en die ben haar allemaal overhuisd. Vroeger had je in Leeuwarden een glashandelaar van de Meulen. En die is met hele spul naar Almelo gegaan. Dat is later Almelo Liene geworden. Hele grote glashandel. Ah, en, ja. En mijn oom die maakte daar het glazen lood. Yeah. En die maakte dan die letters op een grafsteen, weet je wel. Ja. Dat goud en dat zilver erin. Dat was die kunstzinnige oom. Dat was die muzikale oom. In welke opzicht was hij muzikaal? Speelde hij goed piano of zo? Of ja, nou, het orgel, ja? Mandoline, gitaar, weet ik het alles. Oh, zeg niet orgel tegen hem, nee. Dan ben je voorlopig nog niet voort. Ja, nou, ik begin er niet over. Ik begin er niet over. Druk het gelijk de kop in. En Anton, dit, hè, deze foto. Oh, ja, dat is de Houtstraat waar mijn vader geboren is. Ja. Ja. Hartstikke mooi. Ja. Goed. Nou, die vader was timmerman. Ja. Was hij in dienst van een bedrijf? Ja, nou ja, toen hij van Hammerschool afkwam, toen kwam hij bij Kingma op Snakkenburen. Oh, de timmerfabriek. Ja, maar dan mocht hij niet roken, dus dan was hij gauw weer weg. Oh. Wat raar dat je in timmerfabriek roken maken. Precies. En toen was er een vacature voor timmerman bij de gemeente. Toen is hij in Europa gegaan, hij zei het vierde van, hij zei, moest hier om denken, Popke, vast werken is vast daar moeder. Ja. Ja. Dus dat ging niet door. Toen is hij bij Winters gekomen. Winters, dat was een aannemer hier in Leeuwarden, die bouwde heel veel eigenbouwwoningen. En daar had hij een compagnon, die heette, of een maat, die heette Stegenwans, Willem Stegenwans. En die werkte met hem met. En toen zei mijn vader, accent had begon ik voor mezelf. Nou, zei Willem, ik heb samen wel beginnen. Ja. Hij zei, wat dan? Is dat al een geld? Nou, hij zei, ik heb 2 huisjes in Murmerwoude. En het ene dat is verkocht voor 750 gulden en het andere voor 500. Dat schiet op. En toen ben je naar de Kingmans Bank gaan, die was er toen nog.
Toen konden ze krediet krijgen. Ja, toen konden ze krediet krijgen voor 300 gulden. En toen begonnen als de jongens tegenwans. Ja. En dat het duurt tot 43. Maar mag ik je even vragen, als ik het goed begreep, dan binnen man begon in een minne tijd. Hele minne tijd. Hoe hadden ze dan toch het optimisme, zeg maar zeggen, om gewoon van start te gaan? Nou ja, kijk. Dat was helemaal niet zo moeilijk, want ze bouwden twee huisjes in de Bijenhofstraat. Daar woonden wij ondertussen ook aan de overkant. Voor eigen rekening dus? Ja, voor eigen rekening. En die dingen werden vlot verkocht, want ze waren hartstikke goedkoop. En dan werkten ze van 's morgens 6 tot 's avonds donker was. Ja. En dan zaterdag middags om 2 uur, dan ging mijn vader naar Willem Stegenwaard, die woonde naast hem. Want dan moest mijn moeder nog naar de winkel om boodschappen te doen. En hij had de centen, dat is duidelijk nog. En dan haalde mijn vader er 25 gulden op. Maar die man wil eerst even over het werk praten. Dus bij de tijd dat mijn vader met die 25 gulden thuis kwam, daar stond die moekel in de stadblokken om nog even een paar boodschappen voor de zondag binnen te halen. Ja, kon je er in de slechte tijd toe komen. Ja. Dat kan vandaag en de dag nog, maar je moet het wel willen. Maar precies. Dan heb je dus toch wel, ze hadden natuurlijk wat kapitaal, maar dan je twee huisjes voor eigen rekening bouwen, dan moet je de grond kopen, je moet het materiaal kopen. Ja, ik weet ook niet of dat onder architectuur was, dat weet ik allemaal niet. Ik weet wel dat de hoofdmeester van de school, van de Koningin Emma School Loveringa, woonde in de ene. Ja. En een andere, daar woonde een dikmans en die werkte bij de post. Dat kan ik me nog herinneren. Dus toen, en toen ben je gewoon zei, nou dit gaat goed, we doen nog eens twee of zo. Ja, toen zijn ze doorgegaan en toen ben we terechtgekomen bij het Samenhofpark. Eerst 3 huisjes in de Robert Kostraat. Toen een paar in de Van Roonhuizenstraat. Toen verhuisden wij ook naar de Van Roonhuizenstraat. Toen bouwden ze in de Vrede Kruisstraat, direct erachter. Toen werden die huisjes in de Van Roonhuizenstraat weer verkocht en toen verhuisden we naar de Vrede Kruisstraat. Ja, de hele buurt heel op de foto's zetten. Ja. Nou ja, dus dat hele spul van wat, ik weet niet precies, ik geloof dat, mag ik even zien? Ja. Ja, alles wat hier rood op is, dat waren die huisjes die ze toen gebouwd hebben. Oh. Totdat in 43 natuurlijk alles op was. Het hout was op enzovoort. Ja, dat waren huizen die hadden ook voor het eerst beton zolders tussen de slaapkamer en de woonkamer, omdat het hout op was. Nou, en die huizen die wilden verkopen, want die waren hartstikke goed met bombardementen natuurlijk. Die konden die betonvloeren wel hebben. Oh, dat is een huis onder andere? Ja, dit is de Frederik Ruistraat. En die hadden dus normaal had je... In die jaren bouwden ze allemaal gewoon houten balklagen, maar deze hadden betonvloeren. Dat was eigenlijk een tijd van vooruit. Maar dan moet hij die techniek toch wel een keer wel leerd hebben. Het is wel wat anders een balkdel te leggen over zo'n betonvloer te storten. Ja, maar mijn vader kon wel goed leren hoor. Ja. Ja. En dat vind ik wel leuk, want daar had ze ook een klein fotootje bij. Dat deze deur had die vader hoogst persoonlijk gemaakt. Nou ja, mijn vader die kikte, toen mijn vader dus laat me zeggen dat Knecht bij Winters was, toen stond hij veel in de werkplaats in de Willem-Oreestraat. Later had hij die werkplaats zelf van Winters kocht. Oh. Maar dan waren die timmerlui die waren op een bouw en die deden dat. En intussen maakte mijn vader de kassine en de deuren. En ik ben de laatste nog geweest, 65 jaar geleden, heb mijn vader die voordeuren gemaakt in de Vrede Kruisstraat en ze zitten er nog in. Is die mooi? En die ook die afdakjes erboven? Nee, dat waren beton ornamentjes nog. Ja. Het is een beetje portiek. Het is een beetje portiek. Dus het is geen afdakje, het is gewoon een Latijnsje. Met een mooi boogje. Ja. Hoe hek dat zij trouwens? Ja. Latijntje. Ja. Wel een Latijntje wat schaduw geeft. Ja. Ja, zie ik wel. Ja, zo'n een zonnebaan bij de voordeur. Een afdekje hier. Maar mooi. Dus langzamerhand kregen ze dat beter. Ja. Maar weten we nog steeds niet. Dat heb ik ook niet gevraagd. Waar ben je op een gegeven moment naar school gegaan? Want dan ben je 3-4, dan moet je naar de bewaarschool. In de Bijenhofstraat woonde en toen ben ik op een Koningin Emma school terechtgekomen. Ah. Want de en andere dan? School, dat was school 14, maar dan moest ik de Groningenstraat weer over. En dat vond ik ook veel te gevaarlijk. Daar kwam toch niet een auto langzaam om in die tijd, over de Groningenstraat weg. Oh nee, maar als die ene die wel langs kwam, als de honderd kwam. Ik ben ervaringsdeskundige, ik moest zelf ook die Groningenstraat weer oversteken naar de Koningin Emma school. Ja, maar de ene moeke is banger dan de andere moeke. Ja, die ook zo, ja. Anton, maar nou even de hamvraag. Dit is de Emma school. Ja. Maar daar had het ook over school 14. En Emma school was een christelijke school. Christelijke school, die andere was openbaar. Ja, nou dat heeft me ook veel goed in mijn leven dat ik op christelijke school geweest ben. Ja, nee, we maken weer geen reclame maken. Nee. Maar die... Nee, maar ik bedoel... Ja, school met de Bijbel. Stel dat die Emma school nou in de straat staan had. Had je moeder dan gezegd, ga je met daar maar heen? Die andere school, die school 14? Nee, dan ben ik op school 14 komen en die op een plek van de Emma school staan. Ja, hè? Ja, nee, het ging zuur over de Groningenstraat. Hmm. Het ging niet, had niks te maken met het feit dat ze nu apostolisch waren of zo? Nee. Want, nee.
Nee, okay. Dat was in die tijd niet zo dat de apostolische nou beslissen dat de christelijke school moest. Nee, dat bedoel ik. Nee. Misschien wel bij voorkeur niet. Wie zal het zeggen? En dit is dus... Het hoofd van de school heette Loffringa? Toen Offringa. Offringa. Ja. Mm. Offringa had de 7e klas. En hij was directeur. Tegenwoordig is de directeur is helemaal geen klas meer. Nee, 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 maar dat kan. Nee. Hè? Dat, ja, ja dat, maar dat is binnen de bouw ook wel veranderd. Maar ze moeten nou een team aansturen, jongen. Dat moest niet onderscheiden. Ja, minder dan tegenwoordig wel aannemers directeur om die nog timmeren kennen? Doe ik niet veel meer. Nou, als ik heel eerlijk ben, ik heb nooit geleerd. Nee. Komt tegenwoordig wel, helemaal komt niet. Wel een beetje, maar... Dus ik begrijp, daar ben je uiteindelijk ook in de aannemerij terechtkomen. Ja, uiteindelijk wel. Ja, nou maken we hele grote stappen, maar... Maar wij binnen op een kleuterschool. Ja, nee, weten nee. We dat even. Ja. Sterker nog, we hebben de kleuterschool niet eens gehad. Op een kleuterschool ben ik niet geweest. Nee, kijk, dus niet terecht. Dus 7 jaar op de Emma-school, of 6? 6. En toen heb ik toelatingsexamen gedaan voor de christelijke HBS. Kanaalstraat. In de Kanaalstraat. De man leeft helemaal op, had je ook op zin. Maar zie, dat was in de laatste jaren van de oorlog. Ja. En toen was mijn moeder was in verwachting van mijn zus. Ja. En toen ben mijn ouders die binnen naar Drachten verhuisd. Och, joh. Wat hebben we nou? Wat een treurigheid. Nee, dat was, zal ik even kort vertellen. Er was een kweker en die man die had een kwekerij met iemand samen aan de kant van de Dokkumeree. Tegenover Snakkenbuurt. Dan gingen wij voor een dubbeltje voor een kistje. Zeg maar waar nou het Havangpark is, die wereld. Nee, 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 Snakkenbuurt aan de overkant. Ja, nou, het Havangpark. Ja, ja, wat het Havangpark is, ik liep. En die man die kocht een kwekerij in de volgende bij Drachten. En toen mijn moeder in verwachting was, was het natuurlijk niet zo best in die oorlogsjaren. Nee. En toen zei die Sjoerd Rustike, zo heette die man, die zei, de jong, jouw timmer in de Wilmerreestraat en Sommerhuis in elkaar, dat zet je bij mij op team. Dan moet ik hier bevallen en dan hebben we van alles en hebben we eten en drinken en de hele blikjes boel. En toen moest ik met de tram naar school. Naar Leeuwarden toe. Simpel nou. Er reed er een tram van Drachten naar Leeuwarden. En ja. Die werd een keer bescoord en toen was het afgelopen. Ja. En toen ben ik ook niet meer naar school. Dat is wel wat anders dan een Groningen straatweg. Dat bedoel ik. Zo'n tram onder vuur. We zijn trouwens bij de bevrijding waren we weer thuis. Nou, daar gaat het niet om. Zoals maar raar. Dat waren dus hele moeilijke jaren om naar school te gaan, laat ik het zo zeggen. Maar dan ben je er wel opkomen dus? Ja, ik ben er opkomen. Ja. Ik heb 3-jarige HBS met 5-jarige cursus. Oh, dat is knap. Ja. Ja, nee, maar hij slaat eerst de kleuterschool over en dan de 2 jaar HBS. Nee, maar ik weet wel, na die Tweede Wereldoorlog, na de oorlog, toen kregen die school, ja, je kreeg een clementie als het ware. Ja. Dat ze zeiden van, oké, aanpaste diploma's. Hier is diploma. Nee, zo was het niet, want kijk, toen ik van de school afkwam, van de HBS afkwam, toen was het 47, vermoed ik. En toen ben ik naar de MTS gegaan in... Maar clementie heb ik nooit gehad. Ik ben gewoon 2 keer zitten blijven. Zo simpel is het verhaal. Ja, nou ja. Maar wie bleef niet zitten in die wel moeilijke jaren? Ja. Dus. Nee, maar werd de directeur toen nog Woldendorp? Ja, Jacques J. Woldendorp. Ja, Jacques J. Ja, we waren op dansles. Dat mocht natuurlijk niet op een christelijke school. Nee. En dan moesten alle kinderen die op dansles waren, die moesten in de Kanaalstraat staan blijven na de pauze. Oh? Ja, en dat bleven ze dan ook eerlijk. Want ja, die kinderen... Vroeg je dat? Ik ben allemaal eerlijk. En dan stond Jacques J. Woldendorp binnen de deur en zei, die komt nou maar binnen. En dan kregen ze allemaal één voor één een klets voor de kop. Oh. Ja. Dit is bijna een oud-testamentische tuchtiging, jongen. Oh, verschrikkelijk. Ja. En toen hij zei tegen mij, hij zei, de jong, de cursus is nog 14 dagen en dan ga je naar de MTS. Maar 3 weken was, dan had je nou nog van school aftrapt. Dus dan weet je ongeveer hoe het bent. Nou, maar was er niet gereformeerd, ja. Maar werd het de MTS in de Molenstraat? In de Molenstraat, ja. Ja. Niet goed. Nou, en die doet ook 4 jaar niet? Ja, maar dat is ook weer... Kijk... Maar toen had je dus al zelf voor de geest, ik moet de technische kant uit. Nou ja, nee, dat is zo. Toen ik van de HBS afkwam, toen wou ik in het onderwijs. Hoe al? Ja. En, maar ja, mijn vader die dacht, die jongen die moet bij mij in de zaak natuurlijk. Dus ik kwam op MTS en ik weet nog wel, dat ik kwam maar net op MTS en toen hadden we... Frederik Ruestraat, nog een centrale verwarming en een kachel. En toen had ik de kachel open en toen heb ik al die boeken die heb ik in de kachel probeerd te gooien. Oh. Maar de eerste zat erin en mijn moeder die kwam uit de keuken en ze zei, wat doe je nou? En die plukte het boeken weer uit. Ik zei, ik wil niet naar de MTS. Nou, ze zei, wat wist je dan? Nou, ik zei, ik wil het onderwijs. Nou, ze zei, maar dat kerst voor papa niet maken. Nou, en daar heb ik eigenlijk, ik heel eerlijk ben, uiteindelijk nooit gespied van had.
Maar je bent wel even vakkundig onder druk zetten. Ja, ik ben echt onder druk zetten. Ja. Goh. Maar ja, goed, zo loopt het dan wel. Was dat hier in deze straat? Woon je bij? Nee, toen, waar woonde het toen? Vrede Kruisstraat. Ja. En dat is niet deze straat? Nee, dat is de Boer Havenstraat. Oh. Kijk, niet ver in de buurt. Zie je, in die 19 jaar dat ik thuis woonde, hè, laat ik het zo maar stellen. Ik ben mijn ouders, ik denk 87 keer verhuisd. Dus dan is het een beetje moeilijk om het te. Ik geef hier alweer een foto, maar. Dit was dat is de Veronhuizenstraat. Ja, kort steeds een keer. Ja, maar ik zeg. Ja, ze liken ook allemaal op elkaar. Ja, we hadden het bouw door één aannemer. Ja, dat is toen. Hetzelfde tekening. Het was toen de rand van de stad. Ja, al die straten die liepen nu op volkstuntjes. Anton, is je later wel met architecten samenwerken? Ja, zeker. Dit ben geen Timmermans ontwerpen? Nee, ik weet niet wie dat gedaan heeft, maar dit is zo mooi, dat kan nooit een Timmerman geweest hebben volgens mij. Oh, er zijn er in het verleden nog heel wat mooie. Even een vraagje tussendoor. We gaan het zo meteen over het kegelen hebben. Oh. Maar begon dat enthousiasme voor deze sport, zal ik het maar zeggen, toen in die jaren al, van HBS, MTS? Voor het kegelen? Ja. Voor mij is dat in 1968 begonnen. Och, heren. Dat was bijna al lang niet, jongen. Was toch bijna met pensioen? Ja. Hè? Ja. Ja. Dus toen was ik 37. En na de MTS dan? Hij staat er wat in of niet? Nou ja, daar heb ik het even over. Maar... Nee, maar ik bedoel, qua school. Ja, maar je zei dat duurt 4 jaar. Ja, of drie. Nou, dat ja, was 2 jaar school, 1 jaar in de praktijk en dan 1 jaar afstuderen. Ja. Maar ik ben in het praktijkjaar, ben ik ophouden, ben ik naar Australië gegaan. Nou, dat is geen Leeuwarden, dus daar hoeven we. Nee, maar we willen wel even weten, waarom heeft hij Leeuwarden verlaten? Nou, kijk, in die tijd was het natuurlijk zo, Australië was het. Hè? Ja, ja, want en, we zitten in die emigratiegolf. Ja, dat was in die emigratiegolf. De Johan Barneveld die voer op een avond nog met mensen daar naartoe. Maar mijn vader die had, ja, het verhaal werd dan verschrikkelijk lang, maar die had oorspronkelijk een compagnon in de zaak, toen heette het Albouwbedrijf Friesland. En dat was een zekere jonker. En die had 2 jongens. Maar toen jonker uit de zaak ging, toen zagen die jongens daar geen toekomst meer in. Ook begrijpelijk. En die besloten toen om naar Australië te gaan. En die hebben mij enthousiast gemaakt. En ik was een lastpak. De oude lui die dacht, als je met gaat, pas je die 2 wel op met mijn wijm tenminste kwijt. En zo ben ik toen naar Australië. En daar heeft ze zo even timmerd daar in Australië. Ja. Maar althans, de Hester aan het werk weet. Ik ben 2 jaar in Australië geweest, maar ik kan er ook wel 2 jaar over praten. Dus zouden we daar maar niet over nemen. Nee, okay, maar ik heb daar verschrikkelijk veel beleefd. En ik ben ontzettend blij met die ervaring. Afgezien van alles heb ik er ook een knap stukje Engels geleerd. Dus de rest van mijn leven kon ik me daar ook aardig met redden. Ben je dan wel eens terug geweest? Maar ik ben al 2 keer terug geweest. Mooi. En die jongens wonen daar steeds? Wie? Die jonkers? Die jongens van Jonker? De ene jonker die woont hier in Achelenbestraat, die is al jaren terug. Ja. En de andere die is een jaar of 5 geleden overleden. Ja. Maar ze zijn daar niet blijven. Die is daar blijven. Die is er blijven. Ja. Maar goed, dan komen we terug, dan komt u terug. Na 2 jaar. Ja. Ja. Nou, en dan staat ze weer in Leeuwarden? Nee, ja. Maar toen had mijn vader ondertussen 270 woningen aangenomen in Arnhem. Hou even. En toen ben ik daar terecht gekomen. Had ze dan wel tijd om eens even leuk uit te gaan of zo? Nou ja, er zijn foto's bij van Hotel Spoorzicht, Chipke Kastelein en van de Amicitia, van Koops. Ik bedoel maar, ik weet niet eens of die titel wel slapen heeft, maar ik was overal wat te vinden. Oh, dat. Ja. Ja, mooi dat, hè. Maar ben je typisch die klassieke uitgaansdingen van de jaren 50? Ja. Zeg maar zeggen. Ja. Ja, Sipke Kastelein die had zaterdagavond, zondagsmiddags en zondagavond kon je dat dansen. Ja, hij is trouwens een knappe vot, Anton. Ja, vooral Bijbelse geschiedenis, zie je wel. Maar. Ja. Ja. En die meester de Vries? Ja, dat was de Vries. Uit bij de Tolsterweg vandaan? Nee, die woonde vlakbij waar de condens is. Er is een bom op het huis vallen in de oorlog. Niet op de meester? Wij noemden hem Jan Sali, dat weet ik nog wel. Oké, okay, hier is dan een foto van de Kanaalstraat nou? Dat is, dat zal ik je vertellen, dat vind ik, mag ik even gauw vertellen. Wij hadden Comenius gebouwd achter de hoven. Ja. Ja. En dat was, laat maar zeggen, het verlengstuk van deze school. Ja, want wie had die nieuwbouw in de jaren, in 1960, de teugen aanzet? BBF, denk ik, of niet? Die daar het hoekje weet wel? Nee, niet het hoekje, nee. Kan niet zeggen van, precies in de stijl van WC de Groot. Toen stond op de Kanaalstraat, zat op die school, toen is je later een keer uitbreid. Ja, dat hebben wij niet gedaan. Oh, nee. Mooi, nou gelukkig maar. Nee.
ben er één keer terug geweest en toen liep ik door de school heen, want dat was de eerste bouwvergadering van die nieuwbouw achter de Hoven. Ja. En toen zei die directeur, die zei, die jong, de vergadering is hier in mijn kamer. Maar ja, ik zei, maar ik wil mijn oude school bekijken. Ja. Ik zei, ik dacht dat deze trap 2 meter breed was, maar hij is maar 1,20 breed. Zo gaat dat. Maar dit is dus een getuigschrift, hè? Of van de heer Woldendorp, ondanks dat Daasen, hij sportief van nee, maar dat Daasen zet wel vertutend aan. Ja. Maar daarom kost al bij Sipke Kastelein terecht natuurlijk. Ja, bliksem, nou. Dus, en dat was nou de tijd van... Maar ja, die meiden waren niet zo gek op ons. Die hadden liever vertegenwoordigers. Ja, die hadden wat meer... Dit is wel mooi. Kijk, dan heeft de MTS niet afgemaakt. En dan krijgt wel een persoonlijke typebrief van de heer Witkop. Ja. Dat... Is erop zitten, heeft. Ja, toen zei Witkop tegen mij, wat moet erin staan, de jong? Nou, ik zei, zal ik dat zelf even opschrijven? Dan tippen ze dat wel even op administratie. Dus het is nog een authentiek stukje proza van mezelf. Mooi. Nou, het is... Ja, hij heeft zijn eigen eerbein keurt. Hoeveel diploma's heeft hij nou in totaal? Ik zou je vertellen, ik heb nog zelfs een stijgerdiploma, ik ben gediplomeerd stijgerbouwer in Australië. Kom daar nog eens op. In Australië mag je geen stijgers bouwen als je geen diploma hebt. Maar geldt dat diploma ook hier? Ja, ik kan niet meer stijger bouwen. Maar wat is een mooie luxe voiture er met... Nou, ja, dat zal ik je vertellen. Na de oorlog was ik in werk. Nee. Toen heeft mijn vader die het werk aannomen in Huissen, onder Arnhem. Ja. Dat is een jaar gebouwd. Oosterbeek, Renkenbaar. Dat waren die 350 Huissen. Dat was in 53. Ja. Dit gaat over vlak na de oorlog. Ja. Had mijn vader een motorfiets, ging hij daar naartoe, haalde die 3 bestekken. 3 aannemers in Leeuwarden die rekenden het uit. Toen kwamen ze tot de conclusie dat het werk voor hun te groot was. En toen hebben ze met z'n 3 ingeschreven. Jonker, Timmersma, Popke de Jong. En toen kregen ze dat werk omdat ze laagste waren, moesten ze een naam bedenken. En toen zeiden ze, we gaan hier nou in Arnhem aan de gang en dan hieten we bouwbedrijf Friesland. En zo is dat gekomen. Mooi, dat is een mooie moment om even te zeggen. Maar toen moest mijn vader natuurlijk vaak op en neer rijden. Ja. Ja. En toen kreeg hij van het ministerie van Wederopbouw kreeg hij een speciale bon om een auto te kopen. En die kocht hij bij Stijnvoorten op het hoekje van de Groningenstraat naast Hotel De Bleek. Ja. En toen had mijn vader al ondertussen een oude Chevrolet met van die wapperende wielen. En voor 4200 gulden reden we toen naar de parkwerk in Rotterdam en naar de haven met een monteur met van Stijnvoorten. En toen haalden we die auto op. Wat een pracht. Zit een Amerikaans robot op. Dit is een foto van die auto, maar dit is het type. Oh, ja. Maar het was precies hetzelfde type. Precies dat, het speltje, het vooruit. Een Pontiac. Maar, mooi. 4200 gulden was toch een sloop geld in die tijd? Ja, ik denk ook dat hij daar een hypotheek voor afsloten had. Dus dat kost wel 4 bouwbedrijven verstichten. Maar we gaan eerst even naar de muziek, want zo gaat dat. Nou, haast vroegen om, of met nom, kan beter zeggen, om Hilversum 3 van Herman van Veen. Had dat een bepaalde reden? Dus nou, dat zal ik je vertellen. Was kijk, ik wel bang voor. Dat gaat over het zingen op een steiger. Oh. Ah, en in 2010 hebben jullie hier een Pieter van den Burg gehad. Ja? Piet van den Burg. En die had het over dat zijn vader metselaar was. En toen, direct na de oorlog, die woningen in Huissen gebouwd werden, toen reden de bouwvakkers met NTM-opleggerbussen hier weg. Stopten ze in Steenwijk voor een visje en dan kwamen ze in Huissen. En daar zaten 2 broers van den Burg als metselaar in die bus. En in mijn vakanties mocht ik met, dan sliepen we in barakken. En die man die zongen dan Santa Lucia en Jeruzalem enzovoort. Dus het is echt waar. En daarom heb ik dat nummer heel goed. Nou, we gaan er even naar luisteren. Heel mooi. Ja. Gezongen en gefloten in de straat. Had de slagersjongen nog een opera paraat. De metselaar kon zingend op de steiger staan. De melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan.
Hilversum 3 bestond nog niet. Maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een lied. Van Paljas of Jeruzalem. Alle venters hadden eigen aria's, voor sprot en haring, voor begonia's. Zelfs in fabrieken kwam van overal toch weer een liedje door de grote hal. Hilversum 3 bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een lied. Van Paljas of Jeruzalem. Tussen het geratel van machines door klonk in de confectie een mooi meisjeskoor. Dromend van de prins van weet ik veel, die ze zou ontvoeren naar zijn luchtkasteel. Hilversum 3 bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een lied. Van Paljas of Jeruzalem. Hilversum 3 bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een lied. Van Paljas of Jeruzalem. Nou, de heer Van Veen die komt weer van de steiger af. Ja, maar wij gaan erop. Wij gaan even door, want zou we even een 7 mijls lezen door die carrière heen? Ja, yes, dat is leuk, maar ik wil even vragen van wie is wie op deze foto. Wat heeft daar voor foto? Dat is een foto volgens mij. Goed, niet goed, zeg maar. Nou, dat ben mijn ouders, mijn vader, mijn moeder. En wie en aan de kinders even? En dat is mijn broer Willem. Ja? Ja. Dat is mijn broer Popke, die is overleden. En ja, dat is mijn zus Annie. Met een mooie strikkend haar. Ja, die had toen nog strikkend haar. En daar staat ze niet op dus. Nee, want dat is een foto die hij ze mij stuurt naar Australië. Oh, leuk. Hey, en ja, waar is die nomen? Want nou heeft hij me toch voor. Want mijn oom is... Nee. Waar is die nomen? Deze foto is van mijn opa in de Eerste Koestraat. De Eerste Koestraat? Ja. Daar was die bakker? Ja, die was toen niet meer bakker. De bakkerij was verkocht en er woonden toen twee huizen verder. Hij was al met pensioen. Dat was bakkerij Het Oosten? Bakkerij Het Oosten. Juist. Nou. Daar heb ik vaak brood gehaald bij die opa dan kennelijk. Nou, en ik had er vaak koeken en ja, wat eten. Nou heb ik hier een mooie nu, foto, nou, een mooie streepje erheen. Daar doen we even aan de hand van een paar foto's. Je hand er even ophouden. Ja, nou, toen ben ik teruggekomen uit Australië. Toen ben ik in de zaak komen en mijn vader die is tot 68 in de zaak geweest. En nou, toen ben ik weer aan losgaan, ook op Butel wat later. Maar een van de eerste werken die ik metmaakte, dat waren de beide flats op het Europaplein. De Egon flat en de Fontein flat. Mooi. En, maar dat was toen nog steeds BBF? Ja. Die naam is erin bleven, dat beviel zo goed, die samenwerking. Ja, die beide compagnons, Jonker en Timus, maar ben beide eruit gegaan vanwege leeftijd en gebrek aan opvolging. Ja. En nou, toen ben ik was in de zaak. Deze foto, dat is de laatste keer dat Liv aan BBF lezen kan, want die stond bij die hoge flat die nou bij de E-brug staat. Oh ja. En ik daar bij mijn eigen die kraan straks naar beneden gaat, hij wordt er boven de lucht niet overschilderd, nee. Maar dan gaat dat BBF weer af en toen heb ik die foto, die heb ik nog met de laatste foto van BBF. Ja,
Nou, dus je hebt het bedrijf vakkundig over. Maar je hebt heel wat sporen achterlaten hier in de stad. Deze foto die geeft de Lange Marktstraat aan. Ja. Nou, dat hele spul dat kunnen we op onze rekening zetten. Dus het is zowel de Armeatoren als de Wereldtoren als de BTO. Daar hebben we woonboten gehad waar de directieketen in zaten. Die had 22 jaar daar in de gracht leidt. Die had de leid van de Frieslandbank Assurantie, de Koperen Dakken, het gerechtshof en die hele rit van de Lange Marktstraat. Wil je hem heen sporen wel nalaten hier in de stad? Ja, in Leeuwarden wel. We kijken met anderen. Nou, en dat is ook een heel mooi bouwwerk wat we gemaakt hebben. Ik ben heel vereerd dat de opdrachtgever die ons dat werk heeft laten maken vandaag hier is. Dat is Hans Bouwhuis, want dit is de Hofwijk. Dit is de Hofwijk? Ja. Mooi. Maar het zou wel aanbesteed wezen. Ik bedoel, hoe ging dat? Je kreeg dat werk niet zomaar. Tegenwoordig moet je het Europees aanbesteden, maar hoe ging dat in die tijd? Nou kijk, dat zal ik je vertellen. We hebben heel veel werk gemaakt voor Abe Bonnema. Ja. En toen was er een opdrachtgever en die zei... Toen had hij de opdracht al tekend, volgens mij had hij dat vragen moeten voordat hij tekende. Maar toen hij al tekend had, toen zei hij, wat is dat eigenlijk tussen je en Bonnema? Toen zei Bonnema, waar koop jou je schoenen? Nou, hij zei, bekend op een nieuwstad natuurlijk. Hij zei, waarvoor koop je die bekend? Nou, hij zei, dit goede schoenen. Hij zei, daarom bouw ik nog altijd met bouwbedrijf Friesland. Nou, kijk eens. Zo simpel was het. Maar wij hebben heel veel werk op aanbestedingen gehaald. Maar die hele Lange Marktstraat is allemaal in één en één verkeer gegaan. Zogenaamd bouwteam. Dan word je er al in betrokken in een heel vroeg stadium. En dan praat je mee en je fantaseert mee en je denkt mee. Net zolang totdat je een optimaal resultaat denkt te kunnen bereiken. Nou ja, en als een opdrachtgever tevreden is... Maar jullie hebben nooit met aannemersbedrijven om de tafel zitten en zei van, als we dat nou doorstaan doen, ik dat. Ik ben 40 jaar ben ik in de zaak geweest. Ja. En ik denk, nou ik wil niet veel zeggen, maar in een jaar, dat minstens 1500 keer met een aantal aannemers om de tafel zitten heb te praktiseren hoe we de beste prijs boven water krijgen. 1500 zestal, hè? Ja, allemachtig. Dus, nou, denk ik wel. Maar wij moeten naar rang, nou is alleen rang. Rang als er rang voor staat, maar dit was op weg naar Amerika, hè? Of ik naar Australië? Toen was ik 19 jaar en toen ging ik naar Australië. En welke man bist al? Boven de onderste. De onderste. Vijf dagen vliegen. Vijf dagen vliegen? Ja, tegenwoordig. Ja, ja. Maar goed. Dan een paar tussenlandetjes dus. Wij gaan even naar het kegelen. Ja. Dat was pas 36. Toen begon dat wat de kop op te steken, die belangstelling. Wat voor het kegelen? Nee, kijk, mijn vader die kegelde en die wil niet meer te zeiden, maar stammen kegelen. Waar kegelde die vader? In de Groene Weide. Ah. Nou, die ouders hebben wel impact op hij had. Van hij moet maar dit en hij moet maar dat, hij mag geen schoolmeester worden. Nou, dan heb ik hier de bovenste foto. Ouders hebben vaak heel veel ellende met kinderen. Maar mijn ouders hebben zo van mij genoten, dat kan je begin vertelbaar. Ik ben ook kinderen die hebben het ellende. Dit, de Groene Weide. De Groene Weide, ja. Daar waren kegelbanen, toch? Ja, daar lagen achter kegelbanen in. Hè. En dat was vrij eenvoudig, want ze betaalden een paar centen aan Badstra. Ja, de uurbater. En als er wat komen moest, een drankje of wat dan ook maar, dan drukten ze op beltje en dan kwam hij wel met gehaktballen en bier en weet ik het wat. Jammie. En het aparte was dat ze op zaterdagavond kegelden. Ja. En dan was het zo, dan begonnen ze om 8:30. Mensen uit de stad en die van buiten kwamen, die mochten om 8:45 beginnen. Want die hadden dan wat langer tijd om de winkel dicht te doen. En ze kregen een dubbeltje boete als ze te laat waren. Ook nog. En ze gingen 2:30 naar huis. Hallo. S'nachts. Ja. Zonder man. Ja. 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 Dus ik kan haken dat de tieten beladen veranderd zijn. Nou, dat mensen 2:30 thuis komen, dat zien we nou wel. Ja, dan gaan ze nog voor tegenwoordig. Ja. Ja. Maar ja, allemachtig. Maar dat was dus niet een typische Leeuwarden kegelclub. Ja. Omdat ook mensen van buiten daarin hebben. Ja, maar ja, het was de oprichters daar, denk ik dat allemaal Leeuwarders waren. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk wel 100% zeker. Ja, maar daar is er een boek over geschreven. Hou even, als het al niet geweest. Ja, nou ja. Maar in ieder geval, naarmate de tijd vorderde, dan kwam er wel eens een kennis bij. En die woonden dan in Kolm of in Halm of zo. Ja. Maar hadden wij toen in die tijd veel kegelclubs in Leeuwarden? Ja. Ja? Ja, want er waren al, de kegelclubs die waren er al veel eerder. Die waren er al in de
in de jaren 1890 of zo. Wat, ja, daar heeft wel wat research gedaan natuurlijk. Wanneer is dat wat begonnen in Leeuwarden, dat georganiseerde kerk? Volgens mij 1890. En als ik het goed weet, was dat achter Melange of Klein Hamburg, dat weet ik nog niet. Nee. Een van de twee, want ik heb het niet allemaal in mijn hoofd. Kijk, maar, een boek schrijf je en dan ben je het ook weer kwijt. Nou, niet achter Amicitia, is daar kegeld? Had die een kegelbaan? Achter Amicitia, nee. Harmonie wel, nou? Harmonie had ja. Harmonie was er en de Groene Weide. Die twee? Ja. In die tijd? Ja. En hoe ken je nou jum leden van toen, hè? Toen dat erop kwam? Waren dat middenstanders? Waren dat kakineuze figuren? Wat moet ik aan denken? Toen ik erop kwam, toen was het toen hadden we dus een aantal aannemers. Ja. Ik ben er trouwens nooit op Groene Weide, heb ik niet kegeld. Hè? Oh. Ik ben in 68 gaan kegelen in de Blekenstraat. In het gebouw maar dat van was dezelfde baan die vroeger in de Groene Weide lag? Ja. De Groene Weide werd verkocht? Ja, de baan werd overgenomen en werd daar neergelegd. En dat was in het IJsbaangebouw? Dat was het IJsbaangebouw. En als er schaatsen was, dan werden er houten schotten over de kegelbaan geleid. Oh. En dan kon er even niet kegeld worden. Nee, nee. En er was Van der Borg, die was dan de man die ons verzorgde. Dat is dus hier? Dat was daar, ja. Daar hadden we de kegelbaan in. Ja. Ja. Nou ja, goed, dat was niet erg. Dat is niet kegelen kost, want dat kost even schaatsen. Nou, ja, daar is daar even tijd voor. Ja. Op de camping staan, soms. Ja. Maar dan heb ik hier zo'n leuke foto. Nou. Ja, dat was al op de IJsbaan. En daar zit in het midden Justus Sudema. Dat was de stadsarchitect. Hebben we daar niet die mooie bruggen aan te danken? Daar hebben we de bruggen aan te danken. De Beursbrug, ja. Vouwenpoortsbrug. Ja. Hij had zijn jasje nog aan. Jum hebben het allemaal uit. Ja, hij kegelde toen niet meer. Maar hij was altijd nog gast. Hij is volgens mij... Hij was een van de oprichters in 1928. Zo. En... Hebben we het nou over rang? Ja, de kegelbaan. Ja. Rang is in 26 oktober 28 oprichten en hij was een van de oprichters. Op dat boek van daar staan puntjes tussen de letters. Is het een afkorting ergens van? Ja, raak alle negen goed. Hè? Ja, dat is geweldig. Hè? Dat is ook lang om een nadacht, ja. Nee, maar dat zit een beetje in de sfeer van Roda of zo. Hè? Ja. Recht op het doelhaven of Noaat. Ja, mooi. Maar dat was 6 oktober van welk jaar? 1928. Ja, oké. En waar kegelen jullie hem nou? Want het is even een grote sprong. We kegelen nou in de laatste stuwer in Goutum. Ook wel een foto van. Goutum? Ja, dat is een oude kippen. Disse? Ja. Oh, ja. Nou. En daar kegelen we niet alleen hoor, daar kegelen meerdere clubs. Oh, maar die baan, wil je dan verhuurd aan andere clubs? Ja. Maar bij jum baan? Dat ben onze baan, ja. En nog steeds diezelfde van Groene Weide, IJsbaan? Nee, deze die komen helemaal uit Limburg. Helemaal uit Limburg. Ja, die waren toch wel heel uit die kant uit. Ja, die ben met heel veel moeite binnen de stoplichten en overgangen ben die hier naar Leeuwarden toe bracht. En toen ze hier waren, toen hing er een kaartje aan dat ze van het industrieterrein de Hemrik kwamen. Dus, daar ben we later meteen toen op een luxueuze manier goed met het schip in gaan. Een onbalanse reis. Aardig met de soorten mieten. Om het maar zo veel dus te zeggen. Ja. Maar nou ben je ook kegelen gaan omdat je in de voetsporen van die vader stapt. Ja, met mijn broer Popke. Ja. En Andries Westerbaan. Ja. En Henkie Wiepenga. Mooi, een illustre gezelschap. Ja. Maar hij ook niet dacht van, ja maar we kennen ook wel biljarten, want dat is wel zo leuk. Weet het niet. Ik zal die foto even zoeken, want maar even hier, maar even tussentijd, wie is dit jong? Dit is, Jan Hettema, hè? Wat doet hij daar met die kroon op de kop? Ja, die kan kegelen, dat hou je niet voor mogelijk. Dat Jan Hettema met die hermelijnen mantel? Ja. Hij oefende toen voor... Kijk, laat deze foto liever even vaker opdoen, Jan. Dat was de ontgroening van links naar rechts. Ontgroening. Mijn broer Popke, Henkie Wiebenga, Andries Westerbaan en mij. Ja, als je dus lid van de kegelclub komt, dan word je per jaarvergadering ontgroend. Oh. Door de koning, die slaat jou tot ridder. En nou snap ik het. Ja, en de man die het hoogst scoort had, die het hoogste gemiddelde in dat jaar gehoord had, die werd kroond tot koning. En dat is sinds mensenheugen is Jan Hettemaal. We doen allemaal ons best om eraf te komen, maar het begint erop te liggen dan vandaag. Hij was met voetbal ook altijd zo fanatiek hoor. Ja? Ja. Maar nog even,
Wat bepaalde nou of jouw kegelen gingen, of dat jouw biljarten gingen, of dat jouw voetballen gingen? Nou ja, het was een eer als je bij die club mocht, dat is nog altijd. Dus mijn vader zei... Maar typische aannemersaangelegenheid? Ja, nee. Ja, toen op dat moment even wel. En makelaars. Maar Jan Wiersma, die zat er ook bij. Dat was die man van het witgoed en die televisietoestellen. Oh, ja. Wel, die ja. En die zei, ja, de nieuwe leed bij, komen we een keer aannemers bij. Ja, wat dan ga ik fut. Dus er is een tijdje geweest dat er nogal wat aannemers in waren. Hmm. Maar het is op het ogenblik zo dat je kan van het wieg tot de graf verzorgd worden, want we hebben van alles. We hebben bakker, we hebben een slager, we hebben een groenteboer, we hebben een keukenboer, we hebben zelfs de directeur van het bejaardencentrum, dus we zijn tot onze dood nou verzekerd. Dat is fantastisch. Ja. Ja. Zit er ook een uitvaartondernemer bij? Is, uitvaartondernemer, nee, dat is allemaal... Dus daar is er een soort... Nou, in Gautum, vacature. In Gautum kast wel vaak. Nou ja, we hebben in Gautum zie je vaak. Als het daarover gaat, we hebben vacatures genoeg. Dus als jullie een leuke, gezellige, hoe heet zo'n kerel? Uitvaart. Doodgraver weten, dan is je welkom hoor. Nee, dat ben lachenbekjes hoor, dus je kan er maar bij hebben. Maar Anton, nou even, ik zie tegenwoordig bowlen, hè, dat doen we allemaal wel. Ja. En kegelen, is dat op het ogenblik, je kent wel wat ledenbrukken? Ja, ja, wij hebben echt wel ruimte voor een paar enthousiaste leden. Hmm. Ja. Ja, want we niet. Willen het kegel een beetje stand houden, want ja, het is een ontiegelijk mooie sport. Ja, maar, en wat is er nou leuker aan dan bijvoorbeeld bowlen met zich volautomatische gebeuren? Dat gaat ook omgooien van die ja, ding. Nou, je moet het zo zien, ik weet niet precies hoe ik het zeggen moet, maar bowlen en kegelen is eigenlijk niet te vergelijken. Net zo min als... hoe heet ze, Sjoukje Dijkstra met die schaatsenrieders, met hoe heet die? Schoon kunstrieden met hardrieden. Ja, dat is niet verder. Britsen en Klaverjassen kan je ook niet verder gelieken. Nou, het is allebei met kaarten. Ja. Hè, en kegel en bal, beide met een bal en een baan. Maar de verder gelieken gaat helemaal niet op. Wat is dan de aardigheid van dat kegelen? Nou, behalve de gezelligheid, wat ik aan heb. Nou, natuurlijk. Kijk, je kan je talent erop bot vieren. Hmm. Want na een paar keer kunnen ze allemaal geweldig gooien, maar het blijft steeds moeilijk. Ja. Want het hoogste gemiddelde in onze club is op het ogenblik 7,5, dat wil zeggen 7,5. Hè? Terwijl er hele goede kegelaars binnen die is, in de 80 omgooien. Dus het is wel een hele moeilijke sport, maar het is een hele, het is ook een hele gezellige sport. Ja. 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 He? Nou, en dat is alleen en maar daar prima. Kijk, gezellig. Ik bedoel maar, ze zeggen dan een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Nee, zeker. Nou, die dinsdag, dat is echt een dag dat je geleefd hebt. Een dag niet gekegeld is een dag, ja. Maar welke club krijgt het nou in de kop en gaat na 80 jaar een boek schrijven? Waarom niet 75 of 100, maar waarom nou 80? Is het enige idee, Anton? Nou ja, kijk. Wat denk je van... Als ik het geschreven had toen de kegelclub 75 jaar was ik het te jong voor geweest. En dat ik wachten had dat de kegelclub 100 jaar bestaan, had ik het niet te doen kunnen. Dus het is heel eenvoudig. Maar het was zo dat al die secretarissen, die hebben natuurlijk al die stukken bewaard en verzameld. En toen er een nieuwe secretaris kwam, toen we 80 jaar bestonden, toen ging die man net verhuizen en die had geen plak voor dat archief. Mooi, dat moest. Toen zei ik, nou zet het dan maar even bij mij neer, dan breng ik ook eens wat orde in de zaken. Nou ja, en dat heeft tot dat boek geleid. Dus dan is het archief een beetje... Ja, nou ja, weet je, als je nagaat hoeveel notulen en hoeveel financiële jaarverslagen er gemaakt zijn en hoeveel energie daarin gestopt is. En dat zit dan in dozen en wat doe je er nog met? Ja. Hè? Ik denk, jongens, ik wil al die energie, die wil ik belonen. Ik leg het vast in een boek. Want binnen wel eens periodes geweest dat de club het niet zo makkelijk had. Ja, dat is wel geweest. Ja? Ja. Dat zo'n sterven naar dood waren? Nou, nee, kijk, toen de Groene Weide sloot, wat moest je toen? Ja, wat moest je? Hè? Hoeveel mogelijkheden had je? Je kon niet bij een andere. En toen de Blekenstraat plat ging, omdat die school daar komen moesten, zaten we weer. Dus we hebben ook jaren in de kegelclub gehad dat we even een paar jaar niet kegelen konden. Nee. Ben zelfs 2 jaar naar Drone Riepuut geweest. En je kon dan niet bijvoorbeeld naar de Friese Club gaan en zeggen van, dan kan we hier een avond... Nou ja, er zijn meer kegelclubs en dan moet je maar net een gaatje vinden dat het nog kan. Ben je niet zo vol, jongen? Nou ja, nou weet ik het niet meer hoor, maar toen in die tijd was dat moeilijk. En bovendien, we wouden altijd graag eigen baas wezen. Mm. En sinds we de Groene Weide weg gaan binnen, ben we dat altijd weten. We het zelf regelen kennen. Mm. Kijk, dat zit hem in de samenstelling van de leden. Energieke mensen met de eigenschap om regie in eigen hand te houden. En ze hadden er veel voor over. Mm. Maar Anton, die
door de bank nomen. Hoe vaak is er iemand in Gouden op die s'avonds op die Koeienclub? Elke avond? Of ben je maar één of twee avonden in de week open? Nee, er wordt alle avond, behalve zaterdag en zondagavond, wordt er gekegeld. Oh, dus dat is en er wordt zelfs een middag gekegeld door een dameskegelclub. Ja. Maar vroeger gingen we echt op zaterdagavond en nou is die avond dus... Sinds jaar en dag is dinsdagavond. Dinsdagavond is onze vaste avond. Ja. Heb nou ook vernemen kan vroeger dat de opkomst van televisie, noem maar even wat, dit soort kegelavonden wat in een wielen reed, dat mensen niet meer zo vlot kwamen? Bij ons op de club niet. Wel, je bent trouw geweest, bleef. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, maar er gaat niks boven die dinsdagavond. Ik bedoel, dan heb je toen het nodige vertier. Dus ja, nee, en toen hebben we allemaal, van de kegelclub hebben een opnameapparaat cadeau gekregen. Dus als we wat missen, dan konden we dat opnemen. Zie je, dan zagen we dat later wel. Kijk, uitzending gemist is heel oud, jongen. Ja, ja. Maar nou heeft dit maasdikke boek geschreven. Ja. Nou, binnen natuurlijk een heleboel mensen die zeggen, wat leuk is zo'n groot boek. Waar kan ik dat kopen? Kan je niet kopen. Je kunt alleen maar krijgen of zo. Er leidt hier één in het historisch centrum. Eén? Eén stuk in het historisch centrum, ter inzage. Er is één aangeboden aan de wethouder, ik hoop. De leden hebben er allemaal één. De oud-leden hebben de mogelijkheid om er één te hebben. En we hebben nog een aantal reserven voor nieuwe leden. Oh, juist. Maar iemand die zei van, goh, wat leuk je, dat vind ik eens even... zo'n boek wil hebben. Nee, nou, moet hier naartoe komen, of lid worden. Ja, maar... Ja. Nou, en dan weer bedanken, want ja, het ging een boek. Ja. Nou. Maar ben je met de club ook wel eens erop uitrokken dat je hem tegen een andere vereniging in andere steden... Is er een competitie? Ja, er is een competitie. Maar je moet het zo onderscheiden, je hebt competitief kegelen en je hebt recreatief kegelen. En sinds 1986 zijn wij... Puur recreatief. Nou, daarvoor niet dus? Nee, daarvoor niet. Dan had je onderlinge wedstrijden hier in Leeuwarden. Die waren dan ook bij ons hier in Gouden. Dat was het Barringentoernooi. En Jum heette Rang, maar hoe heten die andere kegelclubs zijn natuurlijk? Nou, je hebt Klein Hamburg, Achtermelangen, Rooyum, Wam. Dus maar wat nu Klein Hamburg? Er zijn 9 clubs in Leeuwarden nu nog. Ja, zonder ballen geen genot, die heb je ook nog. ZBGG, ook weer zo'n fantastische naam. Ik dacht dat van Eerappelpoort goed was, maar... Ja, maar dat is ZPC. En dat Klein Hamburg, was dat niet zo'n oude winkeliersvereniging uit de oude binnenstad? Was het een Joodse vereniging, Klein Hamburg? Zou best kunnen, hoor, weet ik. Ja, hè? Volgens mij een Joodse vereniging. Nee, dat weet ik niet. Maar mooi, maar vertier genoeg op dat niveau, neem ik wel. Ja, maar ja, zie, wij zijn nu weer aan het verjongen en dat gaat heel erg best. Ja. Maar een aantal jaar geleden, toen sloeg de vergrijzing bij ons wat toe. En toen werd dat enthousiasme aan die toernooien deel te nemen, wat minder. Nou, het huisje haar eraf haalt, dat komt straks wel weer. Ja. Maar het is dus ook niet zo dat het bijvoorbeeld iets als Jeu de Boule, wat dan importeerd wordt uit Frankrijk, hè, wat we hier dan ook zo nodig doen moeten, dat je hem dat in een wielen riet. Ik denk dat dat geen grote concurrent is. Nee. Dat soort dingen. Nee, als je één keer... Kijk, het is jammer dat er zo weinig belangstelling over het kegelen bestaat. En ik vind ook dat die kegelbond er wel eens wat aan kan doen om er meer reclame voor te maken. Want het is een hele mooie sport. En de gezelligheid is groot. We hebben altijd heel veel plezier. Eén van onze overleden kegelaars, die zei altijd... Wees waarom het zo fijn is dat we op dinsdagavond kegelen. Nee, dat weet ik niet. Nou, hij zei, we natuurlijk komen is morgen alweer donderdag. En er ben erbij. Dat zei genoeg. Ja. Maar kijk, hier hebben we een echte actieopname. Ja, dat is... Kijk, staan nog even wat van... Dat is de laatste bal die Justus Sudema. Justus Sudema die is 42 jaar lid geweest en dit is de laatste bal die hij gegooid heeft. Oh, dus is, En dat was op diezelfde avond dat hij daar in dat mooie jasje zat. Dat hij had hem ook opgericht, niet? Hij was ook een van de oprichters. Hij was een van de oprichters, ja. En maar dit is dus genomen in de ijsbaan, in het ijsbaangebouw. Dit was nog in de ijsbaan, ja. En Justus Sudema is snel daarna, is hij overleden of zo? Ja, het niet lang meer leeft. Misschien een jaar of 4 of zo. Ja, met andere woorden, je moet de deur gaan. Ja, maar ja. Je moet niet nooit ophouden, altijd doorgaan. Ja. Ja. Hè, want, nou ja, dat... Ja. Maar het is wel keurig, want de man die kegelde toen nog keurig met de strik voor.
Ja. Zie ik wel. Ja. Dat zal dan ook wel wat uitsluiten wezen. Ja, met de strik voor doen we niet meer, maar nee. We begroeten elkaar wel ceremonieel. We geven elkaar de hand dat we deze avonds komen. Ja. Ja, we, en we feliciteren deze, elkaar dat we... Deze deftige heer, hè? Een stukje de lul van de krant zie ik wel. Ja, dat maak ik even zien. Dat was een van de oprichters, dat was Veenbaas. Man is 55 jaar geworden en dit is ter denk van zijn overleden, maar dat was een van de prominenten in die tijd in de veewereld. Veekeuring en dat soort dingen. Als je het verhaal leest, ja, wat prominent. Zulke prominenten hebben we later nooit meer gehad. Nee, maar daar is hij metgenomen omdat hij ook lid van. Ja, omdat hij een van de belangrijkste oprichters 55 jaar, de man die liet wel 85 als dat zo is. Ja, dat was vroeger zo. Ja. Nou, er komt nog een, stralende heer aan. Ja, ja. Ja. Die zorgde voor ons in de ijsbaan. Van de Borg. Ach. Oh, dus de vader van Frans. De vader van Frans van de Borg, ja. En die zorgde dan dat we om een uur of 11 een halve kip kregen en dat soort dingen. Ja, want die was daar ook zo'n beetje beheerder van het gebouw. Ja, en die zorgde voor de kegeljongens. Hè. We hadden dan altijd twee kegeljongens, die zetten de kegels weer overeind. Dat hoeft nou niet meer. Maar er waren vroeger ook wel discoavonden hier in het gebouw. Van die dansavonden voor de jeugd. In het ijsclubgebouw. Ja. Maar dan zal ik me weer planken over. Nee, maar nou zei het ook wat leuks. Het gebeurt nou mechanisch dat overeind zetten van die kegels. Maar toen moest dat dus gewoon met de hand je speciale. Ja, ze hadden twee jongens. Kegeljongens, we hadden twee baan, ze hadden twee kegeljongens. En die hadden de voeten erg hoog, want anders kregen ze de balen voor de poten. Ja. En zodra ze dan omviel, dan moesten ze de bliksem weer opzetten. Ach. En als er dan één in staat was om de middelste kegel, dat is de lange, er staan 9 kegels. En in het midden staat de lange kegel. Als er nog één in staat was om die 8 kegels om te krijgen en die lange bleef staan, 8 om een lange, dan moest je een rondje geven aan die jongens. Goh, en de eerste tijd in de Groene Weide stonden die jongens daar voor 2,50 gulden met z'n tweeën, 2,50 gulden de hele avond. En dat was dan wat ik zei, van 9 tot 3. Dan waren ze al weg. Maar toen hingen die kegels dus nog niet aan touwtjes? Nee. Zoals nou? Nee. Nee, nee, we hangen nou allemaal aan touwtjes. Ja, toen was dat leuker? Wat? Was dat leuker toen met die... Nou ja, weet je wat het was? Je kon veel betere spelletjes doen. He? Je kon één kegeltje rond laten lopen. Ja. Dan moest je daar maar zeggen, kijk, als je nou een bal gooit, dan staan er 9 kegels. Maar je kan met die machine niet één kegel bedienen. Nee. Maar dan had je één kegel en die kegel die zetten die jongens dan telkens op een andere plek. En dan ging het erom dat je ze elke keer waarzoek stonden omkregen. Ik dacht altijd dat de bedoeling was met één worp hup, de hele rotzooi. Ja, maar dat is voor het boek. Ja. Dat is voor de competitie. Ja. Maar je deed dus ook nog wel wat frivoliteiten, zeg maar zeggen. Wij gooien iedere avond 20 ballen. 1 op 1, 10 op 1 baan, 10 op andere baan. De resultaten daarvan die worden noteerd. Op het eind van het jaar wordt uitgerekend wie het hoogste gemiddelde resultaat het gaat, die wordt koning. Na de 20 ballen die erin gooit, gaan we vergaderen. Het heet vergaderen, maar het is ouderen. Oh. En nadat dat dan afgelopen is, dan mag de koning vertellen wat voor spelletje. De koning van het vorige jaar, die mag vertellen wat voor spelletje dan we het doen. En dan kan je van alles doen. Een zesdaagse, een doodkistje, een telefoonnummertje. We kennen wel even naar pad. Dus. Maar ik heb wel in de gaten, die lui, die collega's van ZBGG, die hebben een uitstekende naam gekozen. Ja. Hè? Ja. Ja, nou ja, ja, inderdaad, ja. Maar ik bedoel, als je thuis... Ja. Maar wat het vervelende is, dat uur is al rond. Dus we moeten onderhand weer afsluiten. Ja, hij begint te knipperen, jongen. Dat ja, dus, daarom. Wat een prachtige verhalen, Anton. Wij willen jij bedanken. Schrikkelijk bedankt. Voor die komst. En wie krijgen we volgende keer? Nou, dat is een dame en die heeft ook de jeugdjaren in de Blekenstraten te leggen. Mooi. En dat is Goukje Hielkema. Weet maar je wel zeker dat het Hielkema is? Nee, als meisje was Goukje Douma. Oh nee, maar ik bedoel maar even. Hè? Ja. De boer, de jong. Ja. Dat weten de kiekers dus niet. Nee, dat is Hielkema. Nee. Hielkema Douma. Ja. Ja, ja. Nou leuk, en dus, die komt hier weer om tegen tweeën. Ja, en dat is op 20 januari. Mooi. Ja. Nou, kiekers, een Anton nogmaals bedankt voor die komst hier. Ja. Wij sluiten af met dat mooie lied van Johnny Silvo, Lady Be Good. En wij wensen iedereen een fijn weekend. En tot de volgende keer. Ja. Nou joh. Lady be good. Nou, ze hebben niks gevuld. Lady be good to me. I'm just a small boy who is lost in the wood. Oh, lady be good to me. I'm all alone in this great big city.
I want someone take me out of here, because I'm so often misunderstood. Oh, lady, be good to me. Sweet and lovely, lady be good, lady be good to me. I'm just a small boy, na 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 na, lady, 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 lady be good. 'Cause I'm all alone in this great big city. Want someone, I want someone take me out of it, 'cause I'm so often misunderstood. Lady, 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 lady be good. Chicka down, chicka dee, whip, wabada, bibba, bada, lada, 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 sweet and lovely, lady be good, lady be good to me. I'm just a small boy who was lost in the wood. Oh, lady be good to me. I'm all alone in this great big city. Want someone take me out of pity, 'cause I'm so often misunderstood. Lady, 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 oh, lady be good, 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 good. Sweet, 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 sweet lady be good.